Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, leuk dat je meekijkt naar deze video over voor jezelf opkomen en hoe je dat nou eigenlijk doet. Ik ga 3 strategieën met je delen. Hoe jij ervoor kunt zorgen dat je daar iets beter in je vel komt te zitten, dat je meer zelfvertrouwen krijgt, dat je dingen kunt gaan doen waar jij juist heel veel energie van krijgt en dat je je niet meer zo laat beïnvloeden door andere mensen, door andere situaties, maar dat je vooral kijkt naar jezelf, wat wil ik, en dat je die dingen ook echt gaat doen. En dat je misschien leert nee te zeggen tegen bepaalde situaties, maar dat je vooral de dingen gaat doen die goed bij jou passen. Nee zeggen en ja zeggen tegen jouw eigen doelen. Het eerste is eigenlijk een hele makkelijke strategie. Leg je lot in je eigen handen. En daarmee bedoel ik vooral, wat zijn jouw doelen op dit moment? Heb je dat helder voor jezelf? Weet jij wat jij de komende jaren in je leven wilt doen? Het is een grote vraag, dat weet ik. Maar het is zo ontzettend belangrijk om dit te weten. Want als je dit niet helder hebt, je hebt geen duidelijk plan, je hebt geen doelen, je hebt geen actiepunten. Waar zou je dan nee tegen zeggen? Waarom zou je dan voor jezelf opkomen als je niet weet waar je voor moet opkomen? Dus maak dit heel duidelijk voor jezelf. Wil je hier mee aan de slag? Wil je ontdekken, hoe kan ik beter voor mezelf opkomen? Hoe kan ik meer zelfvertrouwen krijgen? Ga dan aan de slag met dit principe. Leg het lot in je eigen handen. Bekijk je eigen doelen. En begin daar een structuur in aan te leggen die bij jou past. Dus, wat zijn jouw doelen op dit moment? Heb je jouw doelen ook al opgeschreven op papier? Heb je niet te veel doelen, maar een paar doelen die heel belangrijk voor je zijn, die zo belangrijk zijn dat je nee kunt gaan zeggen tegen andere dingen? Daar begint het allemaal mee. Met jouw levensplan op papier zetten, jouw levensdoelen op papier zetten, jouw jaardoelen en misschien ook al korte, bijvoorbeeld weekdoelen, dingen die je echt gedaan wilt krijgen voor deze week. En jezelf ook meteen de vraag stellen, een soort van pre-commitment, van stel je voor dat er een situatie komt waarin iemand anders iets van mij gaat vragen, hoe ga ik daar dan op reageren? Wanneer ga ik er wel op in en wanneer ga ik er niet op in? Zodat je alvast voorbereid bent op die situatie. 2 is balans vinden op die doelen. Dus als je die doelen hebt gesteld, heb je dan ook de juiste balans gesteld op die doelen. We kunnen allemaal doelen stellen die bijvoorbeeld gericht zijn op het oprichten van ons eigen bedrijf. En dan zijn we daar alleen maar mee bezig. Maar op die manier ga je op een gegeven moment ook een mismatch krijgen in jouw eigen balans. Want dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment totaal geen relaties hebt meer met andere mensen. Dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment jouw gezondheid ook achteruit gaat. Dus zorg ook voor dat je doelen hebt op verschillende onderdelen. En dat je overal tijd aan besteedt. Dat je ook tijd voor jezelf bijvoorbeeld neemt. Dat kan ook een heel belangrijk doel zijn. Ik verdeel dit altijd in de 4 G's. 1 is gezondheid. De 2 is geld. En daarmee bedoel ik vooral je werk. Vind je dat nog leuk? Of jouw eigen bedrijf, of misschien een combinatie van, maar net afhankelijk van de situatie. En als je nu nog studeert, hoort ook studeren alvast onder deze categorie. Jouw opleiding bijvoorbeeld. Dus gezondheid, geld. De 3 is geluk. Dus alle relaties die je om je heen hebt. En 4, groei. En daarmee bedoel ik dus persoonlijke groei. Dingen die jij graag aan jezelf wilt verbeteren. Gewoontes die je wilt veranderen. Gedrag die je wilt veranderen. Misschien een bepaalde bucketlist die je hebt waar je dingen op wilt gaan afstrepen. Ook dit valt allemaal onder groei. En op die manier kun je balans houden tussen deze 4 verschillende dingen. Dus stel je voor dat er 1 van die dingen afvalt, dan zak je niet in 1 keer helemaal in elkaar. Of denk je van, oh, ik ben helemaal niks meer waard of ik kan helemaal niks. Nee, dan heb je nog alsnog die 3 andere pilaren waar je ook belangrijke doelen op hebt gesteld. Om jezelf wel emotioneel ook sterk te houden in hetgene wat je doet. En zo kun je ook beter voor jezelf gaan opkomen. Dat zijn belangrijke manieren. De 3 is minstens zo belangrijk. Deze gaat over nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor een bepaalde situatie. Ook dit is een strategie. Want wat doen we vaak als we niet voor onszelf opkomen? We geven iets aan iemand anders, terwijl we eigenlijk iets voor onszelf willen hebben op dat moment. Of iets voor onszelf willen doen op dat moment. We laten ons beïnvloeden door iets anders. Maar zodra wij strategie 1 hebben toegepast, we weten wat onze doelen zijn. En 2, we hebben ook balans aangebracht in verschillende doelen. Dan weet je wanneer je ja en wanneer je nee wilt zeggen in bepaalde situaties. En het zorgt ervoor dat je tot nieuwe oplossingen kunt komen. Dat je kunt nadenken in oplossingsgerichte vragen ook. En dus dat je de vraag kunt stellen, oké, wat kan ik in deze situatie gaan doen? Als
je voor jezelf moet gaan opkomen op dat moment, dan weet jij, ik heb belangrijke doelen, daar wil ik aan werken, daar wil ik mee bezig zijn. Dus het is heel helder voor jezelf. En dan kun je op de situaties waarop het voorkomt dat je niet zo goed voor jezelf weet op te komen, dan kun je daar wel weer op gaan concentreren, op jouw eigen doelen. En als jij je doel sterk genoeg hebt gemaakt, je hebt het geïnspireerd gemaakt voor jezelf, zo geïnspireerd gemaakt, dan ga je uiteindelijk nee zeggen tegen andere dingen, omdat dit het allerbelangrijkste is voor jou. Omdat je weet dat als je hiermee aan de slag gaat, dan ga je daarmee bijvoorbeeld jezelf helpen, maar bijvoorbeeld ook andere mensen helpen. Dan ga je daarmee andere mensen inspireren, helpen, ondersteunen. Het is waarschijnlijk het doel wat erop gericht is om andere mensen weer verder te helpen. En dat zijn de 3 strategieën om voor jezelf te kunnen opkomen en daaraan te gaan werken. Dus start echt bij jezelf. Start met jezelf. Start, als je deze video bekijkt, dan ben je al bij jezelf gestart. Dan ben je hier al mee bezig en dan kun je daar de focus op leggen. Ik zou zeggen, veel succes met de uitvoering van deze oefeningen. Wil je meer weten? Abonneer je dan eventjes op mijn YouTube kanaal voor nog meer video's, gratis video's en gratis inspiratie over je mindset, persoonlijke ontwikkeling, focus en discipline. Ik zeg veel succes, een fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.